Er werd hard gewerkt tijdens de natuurwerkdag zaterdag. 14.259 mensen zaagden, snoeiden en ruimden op. In Almelo gebeurde dat op twee locaties. Natuurvriendenhuis Krikkenhaar en bij scouting het Twentse Ros aan het kanaal Almelo-Noordhorn. Daar waar eens camping De Pooksbelte was. Landschappen NL, initiatiefnemer van de werkdag, benadrukt dat de belangeloze inzet van vele duizenden mensen voor natuur en landschap onmisbaar is om onze leefomgeving blijvend te kunnen beschermen. Ja, vandaag zijn we bezig in het kader van de Nationale Natuurwerkdag. Ja, dus elk jaar is dat op de eerste zaterdag in november, in dit jaar op 4 november. En zijn we in het bos bij Krikkenhaar, bij het Natuurvriendenhuis, zijn we bezig om daar in het bos aan het werk te gaan. Ja. Onze vaste bosploeg die begeleidt vandaag alle mensen die hier aan het werk zijn. Ja, en verder hebben we een heleboel vrijwilligers die zich hebben aangemeld vandaag om hier aan het werk te gaan. We zijn vandaag in totaal met, ik denk zo'n 30 mensen zijn we hier aan het werk. Wij doen aan Natuurwerkdag en dan gaan we allemaal dingen in het bos doen, opruimen en Maar ik zie jullie toch wel met gevaarlijke werktuigen aan de gang. Hakken en zagen, mag dat maar zo? Dat mag alleen als je een insigne hebt. Hier. Aha. Hier zijn mijn insignes. Deze is voor hakken en stoken. En maar hoe krijg je dat insigne? Dan moet je eerst iets doen. En dan als je het goed hebt gedaan, dan krijg je je insigne. Ja. En zeg, heb jij ook al van die insignes? Nou, ik ben net nieuw bij de scouts. Ik ben net overgevlogen, dus ik heb ze nog niet. Alleen je krijgt wel eerst instructies van hoe het moet. Ja, we zijn van Twents Ros en we hebben hier het hele stuk takken hebben hier weggehaald. We hebben geprobeerd het hele pad een beetje open te maken, zodat je makkelijker hier kan lopen en het minder dicht is. We hebben vorig jaar hebben we de sloot uitgegraven. En dan doen we meer dat soort dingen, zoals vuil uit de bos halen en ook hier nog omgeving. Hard werken zorgt voor een gezonde eetlust en daar werd op het Krikkenhaar zowel als bij het Twentse Ros ruimschoots in voorzien. Het was een drukte van belang bij de kunstmarkt in de Schelf. Het wijkcentrum van de Schelfvorst opende haar deuren voor een bonte verzameling van kunstenaars en hobbyisten die hun schilderijen, sieraden, kledingstukken, 3D-kaarten en nog veel meer aan de man konden brengen. Ik geef hier een cursus pottenbakken en boetseren. Maar daarnaast coördineer ik ook alle creatieve cursussen hier. En ik één keer per jaar de kunstmarkt organiseer ik hier. Ja. En wat is het doel van de kunstmarkt? De kunstmarkt is als doel dat de mensen kunnen zien wat voor creativiteit hier in de wijk allemaal gebeurt. En in het wijkcentrum. Mensen kunnen zich hier opgeven voor een cursus. Ze kunnen ook iets kopen, maar over het algemeen gaat het om nieuwe cursisten te werven hier. En lukt dat een beetje? Dat lukt heel erg goed, ja. En de kunst heeft alles wat die staat heeft zelf gemaakt? Ja, dit heb ik allemaal zelf gemaakt, dat achter mijn kraam staat, ja. Ik doe dus keramiek en glasfusen en ik probeer het samen te combineren. Ik maak ook schilderijen, maar die schilderijen maak ik eigenlijk alleen maar in opdracht. En wat is uw mooiste kunstwerk wat hier op de kraam staat? Oh, daar vraagt u me wat. Ik heb textielschilderijen nog, die staan hierachter. En die heb ik heel veel uren ingestoken. Dus die zijn ook heel erg leuk, ja. Thank you.
Ich heiße Eva Schmeckenbecher und ich komme aus Stuttgart in Deutschland. Und hast du auch einen Werkarbeitsraum oder so weiter? Ja, ich wohne dort in einem Atelierhaus, in einem Wohnatelier und hatte dort genug Platz, um meine Arbeit für hier auch vorzubereiten. Und was für eine Studien hast du gemacht vorher? Ich habe Kunst studiert in Stuttgart an der Kunstakademie und mein Hauptfach war eigentlich Malerei. Meine Arbeit hat sich dann aber schnell geändert und ich arbeite viel mit Fotografie oder durch Fotografie. Und wie bist du auf diesen Kunststudium gekommen? Ich bin eingeladen worden, beim Artflow Festival mitzumachen. Das hat stattgefunden im Kloster Bentlage. Und so kam eben hier dieses Projekt zustande für das Kunsttürmchen in Almelo. Und was hast du denn jetzt hier gemacht für diesen Kunsttürmchen? Ich habe Almelo im Sommer besucht und viele Fotos gemacht vom Turm und von der Umgebung vom Turm. Und diese Bilder zu Hause mehrfach überarbeitet, gehäutet, übermalt, zerschnitten, neu zusammengesetzt, mit der Idee, durch die Bilder etwas freizusetzen, etwas wie persönliche, subjektive Assoziationen freizusetzen, durch den Umgang mit den Fotos. Das ist, was du jetzt zeigst im Kunsttürmchen. Was findest du von Almelo? Ich mag es sehr gerne. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich mag, dass es am Wasser liegt. Und ich finde diesen Raum, dieses Kunsttürmchen ganz toll. Das ist das erste Besuch von dir an Holland, haben wir verstanden. Kannst du noch etwas darüber erzählen? Ich war tatsächlich vorher noch nie in den Niederlanden. Und mein Besuch im Sommer in Almelo war mein erstes Mal in den Niederlanden überhaupt. Und so habe ich gleich doch einen ganz tollen Eindruck bekommen. Okay, danke. Wir haben zusammengearbeitet mit Eva und also ich war auch an dem Konzept von dem Stück ein bisschen involviert und hat sich ergeben, dass eine Klangkulisse nötig war und das habe ich gemacht auch. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind a hanging, but lying in the grave so long, poor boy, all around this world. Went up to Jordan, parts of Arkansas. Went up to Jordan, parts of Arkansas. I got so goddamn hungry, I could hide behind a straw, poor boy, all around this world.
En deze worden gewoon zo gefrituurd. Er zijn de vleugeltjes afgehaald en de pootjes. En de dames ook, vindt u mee? Heel stoer. Ik wil wel. Ja, ik ook. Kijk, je moet niet naar kijken, hier. Oh, wat zie je daar? We organiseren deze Food Experience om mensen bewust te maken van de herkomst en besteding van voedsel. Dat past ook feilloos in het strategisch thema van de Rabobank, waarbij we ook wereldwijd een voedselprobleem hebben. En dat willen we ook, de Rabobank heeft de doelstelling om daar haar bijdrage aan te leveren om dat op te lossen. De wereld groeit van 7 naar 9 miljard mensen in korte tijd en wij willen daar als Rabobank samen met onze klanten een bijdrage aan leveren. Waarbij ook een belangrijke rol voor de Nederlandse food- en agrisector is weggelegd. En er worden hier ook filmpjes vertoond en lezingen gehouden. Dat heeft allemaal te maken met de connectie Rabobank en het eten? Ja, heel nadrukkelijk wel. En dat willen we ook juist heel lokaal houden. Door ook ons, zeg maar, ons wereldwijde, ons strategisch thema wat heel groot is. Om dat vooral ook lokaal en klein te maken. En ook de lokale bevolking hiermee op deze manier in aanraking te laten komen. En het bewustwordingsproces op gang te helpen. En waar kunnen mensen hier zo allemaal van genieten? Nou, ik zie hier, we staan hier bij heerlijke fair trade chocola, maar ik zie sprinkhanen. Er zijn talloze mogelijkheden om toch wel met voor ons nog vreemde zaken in aanraking te komen. Hoe je het bent of keert, wij staan vandaag de dag al voor een uitdaging die we digitaal Darwinisme noemen. De oude Darwin, die zei al, heeft ons geleerd, het is niet per se de sterkste soort, maar de soort die zich het beste aanpast, die gaat overleven. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat we te maken krijgen met technologie die onze hele samenleving overhoop gooit. Dat is in de geschiedenis al 4 keer eerder gebeurd, al 3 keer eerder. Wij noemen de tijd waar we nu in zitten, daarom ook wel de 4e industriële revolutie. Kijk even mee terug. Eind van de 18e eeuw kregen we de stoommachine. Toen hebben we de paarden voor de tram vervangen door stoomlocomotieven. Voor die tijd werkte iedereen op het land. Eind van de volgende eeuw, van de 19e eeuw, kregen we elektriciteit. Zijn we fabrieken gebouwen met lopende banden. Hadden we een heel ander productieproces, een hele andere samenleving dan daarvoor. De vorige eeuw bracht ons computers. En we zitten nu in de tijd van de robots en de kunstmatige intelligentie. Deze hebben we meegenomen dat die in de auto passen. Maar het geeft wel een voorbeeld hoe robotica eruit kan zien in productiebedrijven. Dus wij hebben geen robots die in zorginstellingen werken of de Zora die net in de presentatie te zien was, dat soort robots doen wij niet. Wij gebruiken puur robotica voor ingeautomatiseerde machines. Dus ja, ik weet niet of straks achteraf nog vragen zijn over robotica of hoe dingen werken of praktijkvoorbeelden, daar kan ik allerlei dingen over beantwoorden. Het was echt, de laatste jaren is het was echt in opmars en ook betaalbaar voor kleinere bedrijven, laten we zeggen. Maar in de automotive is het al nogal jaren beschikbaar. Ja. Waar het uiteindelijk naartoe gaat, in deze voorbeelden, is dat we een samenwerking gaan krijgen tussen robot en mens. Dus
Artiesten laten zich inspireren door een computer. Halen daar ritmes uit. Dat gebeurt nu ook al bij Cox bijvoorbeeld. Die IBM Watson die ik eerder liet zien, die heeft ook een hele hoop ingrediënten met daarbij alle smaakvarianten in een computer gezet. En kan daar op basis daarvan smaakcombinaties adviseren waar mensen eigenlijk niet toe komen. En dat levert allemaal hele nieuwe gerechten op die we allemaal heel erg lekker vinden. Dat is een ondersteuning van het vak van kok door een robot. Samen met kunstenares Maria Rol ontwierp kunstenaar Hans Vijgen in 1981 een decoratief patroon van kalligrafische tekens uitgevoerd in frisse blauwe en gele kleuren. Your mother tells you, come inside.
sea is a heart of stone. You think you know. Thank you.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.